Dus dat is best wel een gedoe. Maar nou ja, dat is nou eenmaal noodzakelijk in dit geval. Dus hiermee hebben we dus helemaal apart. Hè, en dan moet je dus wel je zien dat je dat echt even apart moet houden. Hè. Je hebt dus dit globale bereik. En hier leid je gewoon af wat je eigenlijk nodig hebt. Hè, welke pre- en postconditiespecificatie nodig is voor dit. En dan moet je dan apart nog zien af te leiden. En nogmaals, die afleiding bestond, aan de basis van die afleiding is die instantiatieregel, maar die moet je dan vaak nog verder aanpassen om tot dit te komen. Nou, dit had ik dan al laten zien, hè, dat deze preconditie volgt natuurlijk uit die preconditie en het feit dat hier de L-stak alleen maar ingaat als u ongelijk aan 0 is. Nou, en verder moeten we dit nog bewijzen. Deze postconditie door de dentak halen, nou dat is heel eenvoudig, ei wat 1. En dan natuurlijk substitueer je ei voor 1 en krijg je 1 zet van de tijd. En dat volgt hier natuurlijk uit. Z is u en u is 0. Dus, en dat is het. Dus hiermee hebben we dus bewezen dat hiermee hebben we dit contract bewezen. Want je hebt laten zien dat de body daar aan voldoet. En we hebben dus ook gezien hoe we daarmee ook, hiermee ook omzeilen de conditie, de restrictie dat u niet in die postconditie mag voorkomen. Goed, we geven nog één laatste voorbeeld. En dat is dan tevens het einde van dit college, deze serie colleges, opnames. Wat we nog tot slot gaan behandelen als voorbeeld van het redeneren over recursieve programma's is het recursief genereren van de Fibonacci. Nou, kan ook met een WILE-programma wederom, maar we willen laten zien hoe we redeneren over zo'n recursieve versie. Nou, dit is de wiskundige definitie. F0 is 1. F1 is 1 en dit is ook een recursieve definitie van een wiskundige functie. Fn is gedefinieerd als de som van f toegepast op de twee voorgaande waarden. Dus hier zie je ook een recursie trouwens. Hè. Dit zou je kunnen schrijven als een functioneel programma. En dit zou je kunnen uitvoeren als een functioneel programma. Maar dit is niet uitvoerbaar in een taal als Java. We moeten dat verder coderen in termen van een recursief programma. Nou, hoe doen we dat? Hoe kun je dat doen? Nou, dat kun je op deze manier doen. We schrijven dat als een if then else, hè, want je hebt verschillende keuzes. Trouwens, eerst even opmerken, de input variabele is x. Dat is ook de formele parameter. Oh, sorry. Ja, dat is de formele parameter. Ja, we hebben natuurlijk een geparametriseerde. We hebben een procedure met parameter. We implementeren dit als een procedure met parameter. Ja, zeker. Dus x is de input formele parameter. En y is een globale variabele waar we de eindwaarde in stoppen. Nou, dan doen we een test hè, die overeenkomt met deze drie gevallen. Als x gelijk is aan 0, dan dat per definitie is y wat 0. Of x is 1, nou ja, en dan is y wat 1. En anders, ja, in principe voer je dan dit programma P weer uit, recursief, op x min 1. Als we even denken, naïef zou je denken, oké, en dan ga ik vervolgens x min 2 uitvoeren. En dan moet ik het resultaat bij elkaar optellen. Maar nou moet je even oppassen, want die x-1 die stopt het resultaat in y. Dus elke aanroep van p op een inputwaarde stopt het resultaat in y. Dus zou je daarna x-2 uitvoeren, ja, dan overschrijf je die y. Dus dan ben je de output van x-1 ben je kwijt. Dus wat we doen is, dat kun je omzeilen hè, door tijdelijk de output van x-1 op te slaan in een lokale variabele. Dus je introduceert die een lokale variabele, u, die slaat de output van x-1 op. Nou, dan kan je save x-2 uitvoeren
het resultaat zit dan in i. En dan ken je aan i u plus i toe. En dan sluit je de blok en dan gooi je dus in principe gewoon die lokale variabelen weer weg. Dus dit is een klein trucje om te omzeilen dat deze recursieve aanroep die variabele i overschrijft. Kijk, als je een procedure hebt met een returnwaarde, dan hoef je natuurlijk dat niet te doen. Dan kun je direct schrijven i wordt, of het resultaat is px-1 plus px-2. In talen met, als in Java zou je dat op die manier doen. Maar dit is gewoon een trucje om... Intern, in zo'n taal waarin je dat kan doen, wordt het wel vertaald naar een formaat als dit. Hè? Ja, precies. Dus dat heet dan syntactic sugar. Ja. Ja, als je met returnwaardes werkt, wordt er nog steeds zo gegoogeld met de lokale variabelen. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Ja, want je moet het resultaat natuurlijk ergens opslaan in het geheugen. En dat zou je doen, dan ga je natuurlijk, dan kun je lokaal op de frame ook natuurlijk ook wel doen. Ja, dus dat gaat om lokale variabelen die je inderdaad bestrekt. Ja, dus dat doe je hier ook, inderdaad. Ja. Nee, precies, dus dit komt ook wel overeen met hoe je een return value zou implementeren. Ja. Nou, wat we nu willen bewijzen is dit contract. Dit is een algemeen contract. Als je p loslaat op een willekeurige waarde, een actuele parameter, maar dit is dan de formele parameter, dan kun je hem vervolgens instantiëren. Je kunt dan, als je p 3 wil uitrekenen, nou ja, dan substitueer je hier z is 3, in 3 groter of gelijk aan 0. En dan krijg je hieruit i is fz, maar je weet z is gelijk aan 3, want z verandert niet. En dan weet je dus i is fz. Nee, maar daar staat die f. Ja, ik neem hier aan dat ik in mijn assertietaal die functie f opneem. Dat maakt het wel zo makkelijk, anders zou ik hem helemaal moeten uitschrijven. En dat wordt wel lastig. Als ik niet die functie in mijn assertietaal heb. Maar deze functie is gewoon een wiskundige functie. Hè? Uiteindelijk is plus, definieer je ook recursief. Je kunt, dat is de piano-axioma, x plus si, zeg je, is s van x plus i. Dat is een recursieve definitie van plus. En toch schrijf je asserties gewoon op x plus 3. Terwijl het toch een recursief gedefinieerde functie is. En zo om dezelfde reden kunnen we ook gewoon die functie f in de taal opnemen. En in het algemeen zul je dat in de praktijk ook doen als je een flexibele assertietaal hebt. Dat je zelf wiskundige functies kunt introduceren, definiëren en die gebruiken in je asserties. Bovenop het standaard repertoire. Dus ja, dit is de wiskundige definitie. Je moet even goed bedenken, dit is de wiskundige definitie van de Fibonacci. En dit is zijn implementatie. Ja, en nou laat je zien dat die twee overeenkomen. Nou, daartoe moeten we dus laten zien dat de body voldoet aan deze pre-post conditiespecificatie. Nou, dan gaan we er gewoon doorheen. We hebben weer een nested if then else, dus we moeten in ieder geval bewijzen dat i is fz geldt naar deze else-tak, later ook naar deze den-tak. Nou, dan zitten we weer in een if then else, dus even kijken waar komen we dan. Ja, we moeten dan bewijzen dat die na afloop van deze else-tak geldt. Dan moeten we bewijzen dat hij naar deze blok statement geldt. En dit mag omdat de conditie geen u bevat, hè? Ja, ja. Dus nu kunnen we eens even kijken wat we als volgende stap hebben. In principe zou ik hem er nou gewoon doorheen kunnen halen. Maar ik ga al heen naar wat ik weet over die x-2. Ja, dat is een beetje vooruitkijken. Hier heb ik al zitten nadenken natuurlijk hoe ik hier doorheen moet. Dus dat je hier even denkt van ja, hey, hoe komt die daar nou op?
Ja, dat is een kwestie van even doordenken. Je zou die ISFZ hier ook doorheen kunnen jassen. En dan krijg je hier, dan moet je I vervangen door U plus I en dan krijg je U plus ISFZ. Maar dan zit je al met een probleem, dan zie je dus dat je die U hier in die postconditie hebt. En dat mag niet. Want hoe krijg ik dat afgeleid vanuit van dit contract? Dus dat is even vooruit kijken, even doordenken. Blijkbaar heb ik in plaats van verder te gaan met ISFZ, heb ik de definitie van F gebruikt. Want de definitie van F die zegt dat ISFZ is gelijk aan FZ-1 plus FZ-2. Dat is gewoon de definitie. En vervolgens ben ik dus verder gegaan. Dus nu kan ik I vervangen door U plus I. Ja, vervang ik U, I door U plus I. Maar dat betekent natuurlijk als U plus I gelijk is aan dat. Ja, dat is het resultaat van als U gelijk is aan F, Z min 1. Ja. Ja, dus de implicatie werkt maar één kant op. Ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik even weggemoffeld. Want in principe als je gewoon assignment axioma toepast, dan krijg je natuurlijk uit, moet ik hier die I door U plus I vervangen. En dan krijg je hier dus U plus I is dit plus dat. Maar dat wordt natuurlijk geïmpliceerd door dit. Maar andersom hoeft dat natuurlijk niet. Dus dit impliceert U plus I is dat. En, U plus I is dit, dat verkrijg ik direct als preconditie van deze assignment door toepassing van de assignment axioma. Dus nu heb ik deze postconditie. Ja, even kijken, wat hebben we nu, wat is nu aan de hand? Wat we nu nodig hebben, is dat U is gelijk aan FZ min 1 en Z is gelijk aan X. Nou ja, dan moeten we kijken, waarom zouden we dit nodig hebben? Ja, dus ik denk dat als je kijkt naar het contract, daar staat Z ja. is X en X is groter dan of gelijk aan 0. Ja. Maar we gaan dat natuurlijk instantiëren. Met X min 2. X min 2, dus dan krijg je Z is X min 2 en X min 2 is groter dan of gelijk aan 0. Ja. En dat laatste kan je zeggen, X is groter dan of gelijk aan 2. Dat is hetzelfde als x is groter dan 1. Ja, en dan krijg je hier i is f. I is fz. En dan vervolgens doe je de substitutieregel. En vervang je de z door z min 2. Ja. En dan. Dan zijn we er bijna. Ja. Dus eigenlijk bijna hetzelfde patroon als dat bij de factorial. Ja. Ja. Misschien maar dat staat volgens mij wel op de volgende slide. Ja. Maar dan laten we daar zo meteen op terugkomen. Ik ga nog even doorfietsen. Dus dit blijft nog even een open dingetje, hoe, ja. ik hierbij, hoe ik hierbij kom. Maar hier, zoals je al ziet, is het echt al van tevoren een beetje vooruitzien of ik dit kan afleiden. Maar laten we even zien dat dit volstaat. Ja? Want hier heb ik nou als preconditie dit. Ik heb als postconditie dat van de blokstatement ISFZ. Wat kan ik nu als volgende stap doen? Even kijken. Ja. Ja, dan moet je even kijken. Ik heb nou, dat heb ik niet expliciet beschreven, hoe je een blokstatement annoteert. Ja. Maar in principe heb je hier gewoon de postconditie en die haal je er doorheen. En dan dit zie je gewoon als een assignment, hè? Dus U wordt I. Dus dat zie je hier ook, ik vervang U door I. Dus ik krijg hier als preconditie van de blok gewoon het resultaat van hier U door I vervangen. Ja, alsof het een assignment is. Hè? Alsof ja. het gewoon een assignment is. Eigenlijk, ja. Eigenlijk zie je het dwars doorheen. Ja, bij een blok het enige wat je kunt hem behandelen als een assignment. Het enige ja. waar je op moet letten is dat die U niet in de postconditie ja, voor. Dat die U hier niet in voorkwam. En die ja. kwam er niet voor. Dus dan kun je eigenlijk dit hele ding al gewoon wegdenken. Alleen je moet hem er wel bij staan, wel meenemen. Inderdaad vanwege die restrictie.
Maar in principe is het gewoon dit er doorheen halen, alsof die hele blok er niet bij staat. Ja. Nou, nu zijn we hier. Ja, en wat krijgen we nu? Nu krijgen we, ja, nu moeten we dit zien af te leiden. Hè? Z is x, want dat is uiteindelijk het enige wat we weten hier. Dat als we hier z is x hebben en x is groter of gelijk aan 0, dan komen we hierin met nog steeds z is x, maar we weten nu dat x dan groter dan 1 is. Ja. Dat is het enige wat we hier weten. Nou, dit hebben we afgeleid als postconditie. Dus dan moeten we twee dingen zien af te leiden, twee concrete calls. Deze call en deze call, hè, deze specificatie van deze call en deze specificatie van deze call. Nou, dat is allemaal wat minder evident, maar wat Hans al suggereren, dat volgt wel het patroon wat we ook gezien hebben bij die factorial. Dus ik sla deze stappen even over, die zijn triviaal. Dus één ding wat we moesten bewijzen is in dat bewijs dus deze aanname over deze aanroep. Ja, dat was de eerste aanroep. Als preconditie afgeleid, z is x groter dan 1. En als postconditie hadden we dit afgeleid. Y is fz min 1 en z is x groter. Nou ja, dit zal triviaal zijn, want die x wordt niet veranderd. Dit krijg je gewoon met het invariantieaxioma. Ja. Maar nu is het even, hoe krijg je deze? Nou, je vangt inderdaad, wat Hans al zei, of eerst krijg je de instantiatie. Je vangt x door x min 1. Dus laten we even kijken. We nemen dit als aanname. Dan heb je de instantiatie, vervangen x door x min 1. In de preconditie, en dat mogen we doen, want x komt niet in de postconditie voor. Juist. En vervolgens, wat Hans ook al zei, doen we weer de substitutie. Zoals je ziet dus, volgt vrij nauw, eigenlijk stap voor stap, het patroon van, zoals we dat zagen bij de factorial. Die z is gewoon een logische variabele, die kunnen we gewoon willekeurig instantiëren, mits de term waarvoor je het substitueert niet veranderd kan worden. Dus nou, dat is safe, z min 1. Dus ik krijg z min 1 hier en hier z min 1. Nou ja, dit is gewoon met de consequence rule gelijk aan z is x. En dan dit. En nu zijn we dus nog niet, want nu hebben we alleen nog met dit afgeleid. Maar wederom, die z is x groter dan 1, die krijgen we dan gewoon met de invariantie ook zomaar. En dan de consequence regel toegepast. Ja. Dus eigenlijk bijna 1 op 1 hetzelfde als met die factorial. Nou, dus dat is de rechtvaardiging van die eerste call. En nu hebben we de tweede call. Dus wederom, dit is het contract. Het enige wat we weten over die generieke call. En dan moeten we deze pre-post conditiespecificatie afleiden over deze toepassing van P. Nou, ook hier zullen we weer zien, ja. Zullen we de instantiatie moeten gebruiken. Hè? Dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste natuurlijk wat je doet. Hè? Dat hebben we tot nu toe bij de factorial gezien en bij die eerdere aanroep. Natuurlijk als eerste pas je toe de instantiatie. Je begint natuurlijk bij de assumptie. Hè? Dit is de aanname. En dan ga je weer instantiëren met de actuele parameter. Dat mag wederom omdat x daar niet in voorkomt. Wat doen we nu? Na de instantiatie? Ja. Nou, als eerst zie je dat het u is fz min 1. Staat zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Hè? Ja. Dus dat is iets wat we met... Dat zullen we waarschijnlijk wel cadeau krijgen met invariantie. Ja, met invariantie. Dus dat gedeelte hoeven we nu even niet naar te kijken. Nee. Dus dan hebben we z is x groter dan 1. Hey, daar hebben we z is x in plaats van z is x min 2. Ja. Dus we moeten nog z in de pre- en de postconditie vervangen door z min 2. Ja, en dat mag omdat z min 2 read only is. Ja. Dus we krijgen dit, hè, toepassing van die substitutieregel op deze. Vervangen z door z min 2, dan krijgen we dit eruit. Nou, dit is weer gewoon gelijk aan z is x. En
z is x en we weten dan dat de x groter dan 1 is. Ja. Ja. En dus dat krijgen we met de constant, want dit impliceert dat. Ja. En nu? Ja, nu passen we die invariantieaxioma toe, want u is fz min 1. Die u is een globale variabele, hè, relatief ten opzichte van deze kool. Want de kool genereert hier ook een lokale variabele, genereert die een variabele u, maar die is lokaal aan deze kool. En na afloop wordt de waarde van deze u weer hersteld. Hè. Dat hebben we al een paar keer zo beschreven. Dus we kunnen de invariantieaxioma hierop toepassen. Dus dat doen we. We krijgen een invariantieaxioma. Als u gelijk is aan fz min 1, dan geldt dat, als dat aan het begin geldt, dan geldt dat na afloop ook. Want wederom, u en z worden helemaal niet aangepast door die kool. Dus dan passen we de conjunctieregel toe. Dus dan krijgen we, waar passen we hem toe op deze twee? Ja, op 4 en 5. Ja. Dus dan krijgen we dit eruit. En dat was precies wat we moesten hebben. Dus ook hier weer hetzelfde patroon. Start met je aanname, hè, het contract, instantieer je. En dan heb je dus vaak, hè, dat is dat idee, omdat je hier niet mag praten over die u, moet je een vriesvariabele introduceren. En die vriesvariabele kun je dus, in dit geval die z, dus vervolgens weer willekeurig instantiëren om iets te krijgen, een expressie die matcht met deze kool. He, want die u, de formele parameter, die staat hier voor x, maar nou doe je x min 2. Dus dan krijg je eigenlijk vanzelf wat je moet substitueren. En dan ja, wat in veel van deze recursieve programma's is dit rijtje wel gebruikelijk, hè? Want we hebben het nu al een aantal keer gezien. Ja, dus we hebben te maken met een assumptie, die gaan we instantiëren. Vervolgens doen we een substitutie om die vriesvariabelen aan te passen. Ja. En mogelijk met invariantie halen we nog wat condities erbij die door de kal niet worden aangepast. Ja, en dan met conjunctie voeg je die dan inderdaad toe, met invariantie als je om. Ja. Dus dat is inderdaad een, dat hebben we nou al 3 keer gezien. En ja, sterker nog, je kunt dit ook wel, we hebben die notie van volledigheid besproken. En Hans en ik, we hebben in dat artikel wat ik al noemde voor recursieve programma's, hebben we ook een volledigheidsbewijs hiervoor gegeven. Voor het redeneren op deze manier door middel over contracten en het instantiëren van dit soort specificaties. We hebben laten zien dat dat volledig is. En daarin zien we inderdaad dit patroon in het algemeen voorkomen. Dus als je dat nou eenmaal gezien hebt, dan kun je dit eigenlijk gewoon al zo zonder meer toepassen. Dus dat was het bewijs van de Fibonacci. Het is het allerlaatste college dat je geeft. Dus, heb je dat al geregeld? Oké. Okay. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dus namens alle studenten die de afgelopen 20 jaar, langer dan 20 jaar zelfs, les hebben gegeven, ja. Hartelijk dank. Ja, dank je. Ja. Nou, dat is een fraaie afronding. Want dit is inderdaad, als het goed is, nou ja, het is maar net wat je goed noemt, maar inderdaad mijn laatste college. Want in november ga ik met pensioen. In het najaar doe ik een vak met Marcello, testing object-oriented systems. Maar hoe dat dit jaar gaat, omdat ik vanaf 1 november met pensioen ga, misschien dat ik daar nog een paar keer optreed, al was het maar om daar nog een keer een bosje bloemen in ontvangst te mogen nemen. Maar hartelijk dank, Hans. En
Ja, dan wens ik jullie studenten verder veel succes met het bestuderen van de stof en het doen van de deeltentamen en uiteindelijk het tentamen. En ja, wie weet kom ik jullie dan nog tegen, ofwel bij een paar colleges testing object-oriented systems, of misschien als begeleider van de masterscriptie, want ja, we hebben het af en toe wel aangestipt. Er zijn tal van interessante onderwerpen waar je masterscriptie kan over doen. En wie weet, ik behoud in ieder geval nog het promotierecht voor een 4-5 jaar. Dus misschien zie ik je zelfs nog wel terug als PhD-student. Bedankt.